Een recordjaar voor ABN AMRO, zei u net tijdens de presentatie. Komt dat door de volop draaiende Nederlandse economie of ook door de verrichtingen die de afgelopen jaren bij ABN AMRO zijn doorgevoerd? Ik zou willen zeggen allebei. Een goede economie helpt natuurlijk enorm. In het bijzonder natuurlijk voor een bank als de onze, die een grote bank is in Nederland. Dus dat heeft zeker geholpen. Maar we hebben ook kostenprogramma's gedaan de afgelopen jaren, waar we nu de resultaten van zien. En we hebben ook hard gewerkt aan nieuwe initiatieven waar we nu ook de inkomstengroei uit zien komen. Dus daar zijn we heel, heel trots op. Waar zitten nog de pijnpunten voor ABN AMRO? Wat draait er minder? Wat moet er dit jaar gebeuren? Nou, kosten blijft altijd voor ABN AMRO iets. Hè. De bank heeft, we willen nu door die 60% heen eigenlijk naar beneden. We hebben een doelstelling van 56, 58 cent. Hè, dat je van elke 1 euro die je verdient, dat je 56, 58 cent aan kosten hebt. Nou, dat was in 2010 nog 70 cent. En de decennia daarvoor ook altijd in de 60. Dus de 50 in is echt wel een challenge voor onze bank. En verder natuurlijk het open banking wat er dit jaar aankomt. Waarin natuurlijk allerlei fintechbedrijven zich ook met bankzaken gaan bemoeien. En prima, is goed voor de consument ook. Niks negatiefs erover. Alleen het betekent wel dat de concurrentie toeneemt. En er ook nieuwe dingen zullen gebeuren die wij ook niet altijd voor 100% nu ook kunnen inschatten. Waar staat ABN in dat digitale proces? Kan de bank de concurrentie met de big techs zoals Google en Facebook aan? Ja, wij denken dat we zeer goed gepositioneerd zijn. We zien natuurlijk wel dat die big techs over het algemeen hun IT natuurlijk toch iets flashier op orde hebben dan banken. Die soms worstelen nog een beetje met wat oudere IT-systemen. En onze bank heeft daarbij nog een extra handicap, als ik het zo mag zeggen, vanwege dat wij ook natuurlijk een samenvoeging hebben gehad van Fortis en ABN AMRO. Maar er wordt heel hard aan gewerkt om alles in de cloud te krijgen, zodat wij ook gewoon flexibel zijn, snel kunnen reageren. En wij denken dat wij ook voor onze klanten een trusted advisor zijn. Hè? Dat mensen, het gaat om geld, dus dat geven mensen ook niet 1, 2, 3 zomaar aan iedereen. U wilt ook meer mensen met een verstandelijke handicap aannemen. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, nou ja, dat hadden we heel veel van dat soort zaken hadden we al in het akkoord zitten. En dat werd ook zeer gewaardeerd door de bonden. Mensen met arbeidsbeperking, hè, dus die een afstand hebben tot werk. En wij vinden dat als bank wil je ook maatschappelijk relevant zijn. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid en diversiteit, maar ook op het gebied van inschakelen van mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen. Dus daar hebben we ook met de bonden een afspraak over gemaakt. Dat we daar, we deden dat al, maar dat we dat nu gaan intensiveren. En wij vinden dat heel belangrijk als bank om daar ook een bijdrage aan te leveren. Ik las iets over gastheren, gastvrouwen, dove barista's. Ja, dove barista's inderdaad ook. Dat gaan we ook doen. Dat is heel nieuw. Dus dan moet je je koffie op een bepaalde manier bestellen, zullen we zeggen. Maar dat gaan we even proberen. Met de bankapp? Ja, met de bankapp. Als dat kan altijd.